stimuleren stoere en avontuurlijke merkbeleving. Dat is de doelstelling van de Continental 4x4 Hummer Trophy. Een zeer spectaculaire tocht door Marokko in een stoere Hummer. De kijkers van Discovery Channel werden opgeroepen om als tweepersoonsteam deel te nemen aan een online theorie-examen en een sprekende teamfoto in te sturen. De gesponsorde promo en de opvallende in-program message zorgden ervoor dat bijna 1000 teams zich opgaven, waarvan er uiteindelijk 10 zijn afgevaardigd naar de nationale selectiedag. Weet je naar Marokko, wat prachtig. In oktober vergezelde ons camerateam de winnaars tijdens dit vijfdaags avontuur. De opnames zijn verwerkt in een viertal dynamische shorts van 2 minuten, met ieder een eigen thema die in het najaar in programma's en tijd zijn uitgezonden op Discovery Channel. Iedere short werd afgesloten met een sponsorcredit van Continentaal Banden. De Conti 4x4 Trophy wordt mede mogelijk gemaakt door Continentaal Banden. De najaars-tv-campagne van Continentaal Banden op Discovery Channel bestond uit de sponsoring van alle uitzendingen van het goed bekeken Fifth Gear. Aangevuld met de zeer succesvolle winterbandentips. Samen met de reguliere commercial zorgde dit voor station domination tijdens de belangrijkste maanden voor winterbanden, november en december. De winterbandentips en de reguliere commercial werden ook op Animal Planet uitgezonden. Resultaat is dat ruim 70% van de doelgroep, mannen 20-49 jaar, nadrukkelijk is geconfronteerd met continentaalbanden. Met de nieuwe Astra is Opel weer helemaal klaar voor de strijd met aartsrivalen Volkswagen Golf en Ford Focus. De confrontatie met kijkers van Discovery Channel is vormgegeven met een billboard en een brakebumper van 10 seconden. Deze dynamische uitingen zijn uitgezonden rondom goed bekeken programma's met een nadruk op onze turboprogrammering. In de loop van december kwam daar een idance spot van 40 seconden bij. Discovery Channel. Wir leben Autos. Een spotcampagne op Discovery Channel stimuleerde kijkers om een proefrit te maken in de Saab 93X. Een stoere gezinsauto, ook geschikt voor off-the-road routes. Door een online coupon in te vullen op discoverychannel.nl konden kijkers de proefrit aanvragen bij een Saab dealer, waarbij ze kans maakten op een mountain climbing experience. Ga naar discoverychannel.nl, test de nieuwe Saab 93X en maak kans op een climbing experience. De briefing van Yamaha was helder. Inzicht krijgen in de doelgroep en koopmotivatie van all-terrain vehicles door middel van een activerende samenwerking met Discovery Channel. Naast een media- en productiebudget werd er een Yamaha IFM 250R ATV ter beschikking gesteld voor een competitie. Kijkers werden middels een modderige iDent promo opgeroepen om op discoverychannel.nl mee te doen aan de competitie. Met als ultieme prijs de Yamaha Quad. Naast het beantwoorden van vragen over de 250 IFM moesten NRW-gegevens worden achtergelaten. De deelname werd definitief door in te vullen waar je de Yamaha ATV voor wilt gebruiken. De bijna 9000 inschrijvingen hebben Yamaha enorm veel informatie opgeleverd over de doelgroep en motivatie. De Yamaha IFM 250R. Conquer the land.